Ja, Jean-Marie, ik dacht dat ik een grote neus had, maar dan deze mag er ook wel zijn, hè? Ja, we hebben een klein beetje in vorm gestaan voor u, maar het is effect goed. Want wat is jouw taak eigenlijk bij de Sjaar? Ik ben schilder. Ik schilder, zoals je hier ziet, aan de... Hier staat een trekker klaar. Dat is een trekker, dus de tractor zit eronder helemaal, dus het is het teurste gedeelte. Dit zijn mannetjes, die zitten op bokken. De bokken die staan daar straks, je gaat het straks misschien zien, de bokken die staan achteraan. Dus dat zijn bokkenrijders. Het is weer een fameuze constructie, hè? Want ik zie daar volgens mij gaat daar van alles bewegen en zo. Daar zit van het jaar heel veel beweging. Op welk deel zit er beweging? Zoals hier dat gedeelte, hier gaat een grote reus op staan en die wordt helemaal met de hand bewogen. Zijn ogen bewegen, zijn benen, zijn armen. Er zit totaal iemand in die dat helemaal gaat besturen. Ongelooflijk. Het overgedeelte zit op een schommelpaard, dus de bokkenrijders, die bewegen. Het bovenste gedeelte zit de mannen op en op het tweede gedeelte zijn de mannen die op en neer gaan. En daar zitten schommelpaarden op waar de kinderen op zitten en die gaan schommelen. En waar zit de chauffeur hier ergens? Alsjeblieft. Zit er een chauffeur? Die zit er middenin. Die zit er middenin en wij rijden nu ongeveer al 12 jaar op camera. Het was de eerste groep die hier gereed is op camera. En dat de chauffeur ziet totaal niks. Die gewoon dus, de begeleider staat vooraan, die begeleidt hem. En hij kijkt gewoon in zijn camera. Je moet wel veel vertrouwen hebben in jullie. Hij moet vertrouwen hebben, totaal vertrouwen hebben in zijn begeleider. Want het is wel ook ene begeleider die dat doet. En die volgt hij gewoon, want hij ziet dat hij blind niks volgen. Hier gebeurt het allemaal zeker, het grote procedé. Vandaar vertrekt alles inderdaad. Dus zoals je kunt zien, met de gluurdraad wordt er eerst alles doorgesneden. En daarna wordt er met een alligator en een mes fijn afgewerkt. Daarvoor moet je toch wel kunstzinnig zicht hebben, hè? Met de jaren is dat gegroeid en de jeugd heeft dat heel goed overgenomen. Dus nu snijden we met een man of 5-6 en dat doen we perfect samen. Ja. Want met Izomo kan je toch fantastische creaties maken. Jullie bewijzen het jaar op jaar, hè? Het is gegroeid in de jaren, ja. Maar de oefening bij kunst, en dat is zowel, ik denk dat dat bij Leicester ook zo is en in Izomo is dat ook zo. Dus, de jeugd heeft daar een beetje een nieuwe wind in laten waaien en dat is heel mooi, ja. We vinden het heel mooi, ja. En wat is het thema eigenlijk? Het thema dit jaar is, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. En die zien we er dan waarschijnlijk op? Inderdaad, we gaan die overal op de praalwagen tegenkomen. En de meeste gaan allemaal in beweging zijn. Daar hebben we dit jaar voornamelijk op gefocust om eens een nieuw element te brengen. Een volledige Sjaar die in beweging is. En het is hier al een goede ambiance, moet ik zeggen. Wordt goed gewerkt, veel vol. Een goede opwarming is heel belangrijk. Dus met flesje Havana bij, een beetje ambiance en goede muziek en we zijn vertrokken. Hè. Hoe moet dat zijn? Voilà.